Het begon heel lichtjes te regenen, maar dan toch kwam er gehoor van iemand van oei, daar is er een plas met water. Ja, dan waren we gaan kijken allemaal met zaklampen en ja, dan was het echt heel de tent helemaal puttenvol met water. Dan waren de leidsters aan het zoeken naar een oplossing. En uiteindelijk hebben we de sporthal mogen gebruiken. Dus we zijn dan met de bus naar de sporthal geweest en we hebben daar dan overnacht. Iedereen was wel heel veel in paniek en zo, maar ja, we hebben elkaar gewoon een beetje gerustgesteld. Dus ja, alles was gewoon ja, chill. Intussen zijn de Giro-meisjes terug op hun kampterrein met al hun spullen. Vanavond gaan we dus weer in de tent slapen. Ik zie het wel helemaal zitten. De top 10 zijn hier bezig met drempeltjes te graven. En daardoor kan het water nu wegstromen in plaats van in de tent. En dat is nodig, want de regen is nog niet voorbij. Dat is wel wat frustrerend, want je wil echt wel buiten zijn, frisse lucht. Hier in het bos, er is hier bos, spelen. Maar ja, dan moeten we er het beste van maken. Hè. Weet je, het weer gaat het kamp ook niet stoppen en zo. Want een Girokamp is maar één keer in het jaar. En naar huis gaan, dat kan je altijd. Hoi, de video die heb je al bekeken. Nu nog liken en abonneren. Dikke merci om te kijken. En oh ja, we hebben nog veel meer video's, dus zeker eens checken.